Apeldoorn rouwt om slachtoffers van de vliegtuigramp. Mobilisatie Oorlogkruis aan nabestaanden uitgereikt. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Vandaag, de dag van nationale rouw, hingen aan alle overheidsgebouwen in Apeldoorn de vlag half stok. Opvallend veel Apeldoorners hadden ook hun vlag half stok uitgestoken. Alle winkeliers van winkelcentrum Hart van Zuid hadden unaniem met elkaar afgesproken ook hun vlaggen half stok op te hangen. Vele bedrijven streken hun bedrijfsvlaggen en vlagden niet of alleen half stok. Tot grote verbazing van veel Apeldoorners had de gemeente geen condoleanceregister in het stadhuis geopend. Zij werden verwezen naar de landelijke condoleance website of naar de website van het KSG waar de leerling Huub van Vreeswijk verongelukte bij de vliegtuigramp. Ook daar hing de vlag half stok en wordt daar vrijdagmiddag een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Om 4 uur vanmiddag kwamen op het vliegveld Eindhoven de eerste dodelijke slachtoffers aan vanuit de Oekraïne. Om 4:05 luiden alle kerkklokken. Dat gebeurde ook in de Beemte bij de Wilhelminakerk. Om 4:05 werd er een minuut stilte in acht genomen. Afgelopen maandag werd er in de raadzaal van het gemeentehuis postuum de mobilisatie Oorlogkruis aan de heer J.C. Otto uitgereikt. De onderscheiding werd in ontvangst genomen door de zoon van de heer Otto, Huib Otto. De heer Otto werd op 27 november 1945 om het leven gebracht door de Pemuda's. Dat was een nationaal extremistische Indonesische jongerengroepering. Nu, na 69 jaar, werd uiteindelijk de mobilisatie Oorlogskruis aan de heer Otto toegekend. Vader had dus een medaille. Dus ik heb op internet gevraagd, wie kent deze medaille? Ik had 1 foto van hem. Nee, 2 had ik. En meneer Breil... Kolonel Breil die zei dus, dat is een medaille voor 12 jaar trouwe dienst. Hij zegt, maar weet je dat je vader nog recht heeft op een mobiliteitskruis? Ik zei, nee, dat wist ik niet. En zal ik het voor hem aanvragen? Ik zei, nou, dat is goed. Ik zeg, het is wel, ja, zoals ze dat wel zeggen, too little too late. Maar het was voor mij dus nog een gevoel van een beetje... Ja, als jij je vader ook verliest, dat gebeurt iedereen. Maar dan kan je hem ook wegbrengen, dan kan je hem begraven. Je weet waar je moet vinden en als hij gecremeerd is, heb je nog een andere aandenken. Maar goed, dan kan je het afsluiten. Dit kan ik nu afsluiten. De heer J.C. Otte was fuselier bij het 2e depotbataljon. Bij de capitulatie van het KNIL op 9 maart 1942 werd hij krijgsgevangen genomen en ondergebracht in de interneringskamp. Op 15 augustus 1945, de capitulatie van Japan, werd hij bevrijd. Hij liet zich onmiddellijk registreren als actief dienende bij de militaire luchtmacht in het kamp Chihabit. Zoon Huib Otto was zichtbaar emotioneel bij de uitreiking maandagmiddag. U hebt net het kruisje voor uw vader in ontvangst genomen. Hoe voelt dat? Nou, het voelt aan alsof ik mijn vader voor het eerst begraven heb. Dat hebben we nooit kunnen doen. Want hij was vermist en we hebben hem nooit kunnen begraven. En er was ook nooit een gedenkteken voor hem. Ook niet op dat kerkhof op het Ereveld waar nou een gedenkteken ligt. Als 14-jarige jongen heb ik dus, als vrij hard op school van de klas lessen uitvielen, ging ik al zoeken op het kerkhof of ik zijn gedenkteken kon vinden. Is niet gelukt. Als het aan zoon Huib Otto ligt, moet er een monument komen voor de gesneuvelde militairen van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger.